Goedemorgen. Vandaag ga ik een dag vloggen. Ik ben net wakker. Ik doe zo wel de intro. Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik een dagvlog doen. We dachten vandaag een keer iets anders. Het is nu 7:30. En om 7:30 ga ik meestal mijn bed uit. Oké. Ik ben denk ik wel genoeg wakker geworden. Ik ga nu even mijn kleding uitzoeken. Het is ook nog best koud. Ik heb korte mouwen. En ik heb ook blote benen. Ik heb ook een kort aan. Dus ik ga mijn eenhoornslok doen. Tadaa. Prachtig, vind je niet? Eerst mijn t-shirt even pakken. Ik denk dat ik vandaag dit blauw hard paard t-shirt aan ga doen. Hiervan nog meer nodig. Ik ga mijn broek pakken. Deze broek aan doen. Ook nog sokken. Jeetje, dat is het veel. Ik doe vandaag deze eenhoornsokken aan. Nee, maar deze zijn echt heel erg leuk. Ik moet ze even goed doen. Kijk. Hier zit dan een eenhoorn. Superleuk. Dan ben ik weer. Ik heb nu dus dit hardpaard t-shirt aan. Heb ik alles hardpaard. Ook weer hardpaard. Vest aan. En dan ga ik nu even mijn haar doen. Maar dat moet ook gebeuren. Zo. Ik ga een standaard maken. Vest dicht. Dat is een beetje flauw. Ik neem ook nog vitaminepillen. Ja, ik heb het niet nodig, maar het is toch gewoon goed voor je vitaminepillen te nemen. Dus daarom neem ik ze. Ik ga mijn bed opmaken. Kijk, slapper ervan. Hallo. Heb ik het ook weer gedaan? Nu ga ik even mijn sluitingveentje. Ik heb nog hele klein om mijn kamer staan. Ik pak een appel voor school. Memo. Ik denk dat we nu even naar beneden toe gaan. Neem ik wel even mijn Engels mee. Ik wil even kijken waar het is. Hier. In één keer goed. Niet mee. Afvoegje gaat in de tas. Licht uit. En we gaan naar beneden. Het is een beetje roze licht. Zo. En als ontbijt gaat moeder eiermuffins maken. Dus dat hoef ik niet te doen. Wacht, ik doe zo. Ai, ik heb het uit. Nee. Dus ik ga het nu nog niet ontbijten. Even kijken hoe laat het is. Oké, het is 7:30. Ik denk dat ik zo even aan de lucht ga laten. Dat we nu eerst even gaan Engels oefenen. Of gewoon tv kijken. Ik ga even kijken. Kijk, ik zit op de bank. Het is hier ook weer heel erg donker. Het lijkt alsof ik zwart-wit ben. Maar dit is een beetje donker. Engels oefenen. Ik zie jullie zo weer. Ik begin toch gewoon een beetje honger te krijgen. Dus ik ga even kijken wat er nog voor eten is. Ik zet in ieder geval alvast de oven aan. Ik ga nu weer spullen klaarleggen voor de eiermuffins. Ik heb
spekjes gaan in. Nee, vies gaat erin. Een bakje pakken. Bakkie. Die. Pak ik de kaas. Ik doe het alleen een beetje kaas schaven. Maar ja, je krijgt er wel iets lekkers voor terug. Dus we gaan nu deze pakken. Kukkendingetjes. Drie roze. Ik doe ook drie lila. Oh, en maar twee lila. En doe ik hier al onze spekjes bakken, want het duurt een beetje lang voordat mijn bak komt. Ga ik even bakken. Deze omhoog. Ja, zo. Ik heb het ook wel. Pak wel mijn bol. Ja, ik ga het denk ik met Alice een blaasje laten doen. Alice, kom. Oh, ik doe deze toe. Dat is weer een beetje donker. Zo, ik heb het Alice uitgelaten. Met je rode wangetjes. En ik moet nu heel naar boven toe, want ik ben iets vergeten. Komen jullie mee? Oh, het is allemaal zo donker hier. Moet dit even spuiten, zo. Maak mijn kamer wat lekkerder. Zo. Maar ik was vergeten om het gezicht schoon te maken. En dat is best belangrijk. Waarschijnlijk herkennen jullie deze plek wel. Dit is mijn bureau. Ik ga mijn laptop opstarten. Dan ga ik schoenen doen. De reden waarom ik schoenen doe is omdat mijn niveau omhoog wil. Tada! Dit zijn mijn eiermuffins geworden in hartjesvormpjes. Ik ga nu naar school toe, dus ik zie jullie weer na school. Zo, ik ben weer uit school. Lekker warm. Vandaag was het weer een erg leuke dag. We hebben getekend. We gaan nu even boodschapjes doen. Van, hoe heet zoiets? Een sleutelkastje halen met een spiegeltje. Ik hoop dat die er nog is. Die had ik laatst gezien en die wil ik heel graag kopen. We zijn net heel ouderwets naar de groenteboer en de slager geweest. Niet gewoon naar de Albert Heijn of naar de Jumbo of de Hoogvliet. Nee, naar de groenteboer en naar de slager. Wel de beste slager van heel ons land. Nee, van heel de wereld. Het is echt een hele goede slager, geloof me. Ik ben ook naar de groenteboer geweest. En nu ga ik even een sleutelkastje kopen. Dit is mijn kastje. Heel erg mooi. En dat is een sleutelkastje. Mijn huissleutels, fietssleutel en paardensleutels. Ook echt een hele leuke hanger. Kijk. Leuk toch? Mijn huissleutels. En dan kijk deze hanger bij. De laatste heb ik er twee bij. Deze van de Koninklijke Marechaussee. Hier werkt mijn springlerares Steve. Dan heb ik ook nog deze. Om te denken aan Sterre, Bella en Verona. Dan pak ik de laptop. En dan ga ik schoenen doen. En ik heb ook taal extra omdat ik nog moeite heb met spelling en taal. En op school helpen ze me daar ook mee. En ik wil graag HAVO-advies hebben. Dus dan doe ik het maar op de laptop. Het is trouwens deze week week van het geld. En er staat er een, naast speeltips voor Tessa. Staat er een, nou er staat Q van Schoela. En daar staat ook een leuk tekstje bij. Bijvoorbeeld de vorige keer was ik ga me verkleden als clown. En nu, waar geef jij je geld aan uit? Laat het weten in de comments. Ik spaar het op en
ik weet nog wel een hele goede reden dat ik al mijn geld heb weggedaan. Dat was voor Verona. Ik heb een klein stukje aan Verona meebetaald omdat ik zo graag een eigen paard wil hebben. Mijn vader heeft een aparte rekening aangemaakt. En daar hebben mama en ik gespaard voor een paard. En uiteindelijk mocht ik er eentje kopen. Daar was ik wel heel blij mee. Zo, we bezig met schoenen. En ik ga nu denk ik even een wedstrijdje spelen. Wedstrijdjes houden in dat... Oh, zo. Hier is een hele grote schat. Nou, je begint met een schat. En dan krijg je steeds 5 vragen. En met die 5 vragen kan je muntjes verdienen. En de allereerste, en dan staat op nummer 1, staat dan die. En nu is een hele grote en die krijgt 200 nog wat muntjes. Dus dat kan je dan winnen. Oké, 9 min 1 is 8 en niet 5. Ik zal nummer 1. Oeh, oeh. Yes. We gaan filmpje kijken. Arm. Daar gaat de arm. Dag arm. Billen. Billen. Oké, dit is nu echt voor peuters. Geld. Oh, en dan krijg ik ook maar 1 muntje. Geweldig. Ik ga even naar beneden toe om lekker mandarijntjes te halen voor mijn fruitmand. En toen dacht ik, ik neem er zelf gelijk eentje mee voor mezelf. Kijk, het nadeel van de F-Watch is omdat als je niet gaat paardrijden, dat die calorieën super moeilijk te verbranden zijn. Ook echt heel lastig. Al helemaal als je niet gaat paardrijden, moet je echt rond gaan lopen en dat en zus en zo en heel veel. De YouTuber Wieland. Deze zijn lekker. Dat is niet normaal. Dit moet ik nu ook even gaan opruimen. Het bad maar aanzetten. Ja, kom maar. Het bad staat aan. Ik durf naar mijn kamer toe. Ik heb geen zin om daar te gaan wachten of al in bad te gaan zitten. Ik moet nog mijn brein opruimen. Ik ga even mijn haar doen. Helemaal perfect. En dan ga ik zo meteen maar even bad. Dus ik ga even een vlag maken. Zie jullie zo weer. Oké, mijn vlag zit erin. En ik ga nu lekker in bad. Kijk, ik heb ook een extra stukje. Dus hier zit het ingevlochten. Heb ik hier nog. Ja, mijn vlag is al heel erg lang geworden. Een zetstukje, zeg dat mijn moeder eraf gaat. Ik ga nu even mijn pyjama klaarleggen. Zie ik jullie zo weer. Ik ben weer in bad geweest. Ik heb een... Het is een beetje nat. Ik ga nu even lekker chillen. Als je het zo kan zeggen. Goed Nederlands, Tessa. Hey. We zijn aan het eten. Speciale flauwe moppen. Kijk, de mop waar ze op lachten. Dan loopt er een kip over straat. Nou, dan. Loopt er een kip tegen een muur aan. Denk je wat de kip zegt? Tok! Tok! Tessa leest voor uit eigen werk. Ze heeft een moppen-challenge met de vader. Nou, kom maar dan. Oké. Okay. Jantje geeft iedere dag een dropje aan. Zo, nee, ik ga zeggen maar even. Jantje geeft iedere dag een dropje aan. Op een gegeven moment gaf Jantje geen dropje meer. Toen ging de juf vragen aan Jantje. Jantje, waarom geef je geen dropje meer? Een konijn zou overleven. Rick, je verpest het! Sorry. Of je de clue niet wil verraden, zeg maar. Even kijken. Sorry. Jantje zegt tegen zijn vader, ik wil helemaal niet op vakantie naar Engeland. Zegt zijn vader, b**k houden en doorzwemmen. Oh, dat zijn slechte woorden, Tess. Dat kan niet zomaar. Moet ik weer een piep. Wilt u alsjeblieft uw mond dicht doen? Nee, piep houden en doorzwemmen. Jantje moet dan dus zwemmen. Het is niet leuk als je het uitlegt. Ga je het mop nou uit te leggen? Ik leg helemaal niks uit. Oké. Jantje kwam bij de dokter. Oh, God, nee. Nee, die heb ik niet. Dat ik was laatst zeggen, had ik die gedaan.
We moesten niet om lachen. Ja. Jantje zit te huilen bij een beekje. Komt een man naar hem toe en zegt: Jantje, waarom ben je aan het huilen? Zegt hij: Mieke heeft een broodje in het beekje gegooid. Wat? In het beekje gegooid. Mieke heeft het boterhammetje van Jantje in het beekje gegooid. Dat is niet aardig. Nee. Toen vroeg de man: is het met opzet? Nee, met kaas. Oké, we waren net bezig met flauwe moppen en Rick die kan maar niet ophouden met dat ik leeg loop omdat ze niet stil willen zijn. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Hier beneden, rode button. En als je al geabonneerd bent, ben je zelf volgens mij grijs. Ja. En als je toch bezig bent, klik dan gelijk op het belletje. Vind je het belletje heel fijn? Zie ik jullie wel weer hier. Doeg!